Beste Peet. Hallo. Beste Wout. Dag, Bas. En beste Jeffrey. Zeg, ik heb een paar leuke gedichtjes voor jullie. Beste Wout. Ben ik aan de beurt? Ja, begin juni was de stemming in Twente opperbest. Hè? Ja, want jij keerde terug op het oude nest. Zeker. Ja, dan gaat hij ook meteen glimmen als je dat zegt. Leuk, hè? Je avontuur in Australië, eerder afgebroken. Want de roep was te groot toen je eenmaal met FC Twente had gesproken. Ja. Een blessure heeft je de afgelopen weken helaas wat roet in het eten gegooid. Maar gelukkig heb je ondertussen weer 90 minuten voltooid. Mag ik zelf ook heel blij mee. Ja, gelukkig. Gaat nu weer goed. Ja, gaat ook goed. Nou, gelukkig zeg. Beste Jeffrey. Bij het grote publiek ben je misschien nog niet zo heel bekend. Die keeper met zijn, ik zei het net al, Amsterdamse accent. Ja, maar vorig jaar maakte jij de overstap vanuit de hoofdstad. Voor een plekje in Twente onder de lat. En als jij hard blijft werken aan jezelf, komt jouw kans hier als vanzelf. Ja, dat zou mooi zijn, hè? Zeker. Of niet dan? Absoluut. Absoluut. Peet. Okay. Aan het begin van het seizoen was je je plek even kwijt. Ja. Maar al snel verblijde jij de verdediging weer met jouw aanwezigheid. Jouw voornaamste taak is natuurlijk om aanvallers het bos in te sturen. Ja, logisch. Hè? Maar ze kunnen je tegenwoordig ook voor de spitspositie inhuren. Heb ik gelijk. Ja, dat klopt. Ja. Ik heb dit jaar namelijk al een paar doelpunten van je geteld. En gelukkig ook eens aan de goede kant van het veld. Ja, daar is die jongens. Ja, dat klopt.